Leuk dat je kijkt of luistert naar 7D-TV, het allerleukste YouTube- en podcastkanaal voor ondernemers. Hoe bouw je als ondernemer of zzp'er een publiek op waar je iets aan kan verkopen? Dat willen we allemaal. Simpel, zegt mijn gast. Je maakt goede verhalen en bouwt daarmee vertrouwen op bij de doelgroep, zodat ze klant worden. Maar hoe dan? Daar heeft hij een boekje over geschreven. Jouw contentplan op een bierviltje. En hij is mijn gast, journalist en ondernemer Bas Hakker. Bas, van harte welkom. Leuk je te zijn. Ja, ik zeg boekje, maar dat komt denk ik doordat er staat jouw contentplan op een bierviltje. Ja, het is niet zo dik hoor. Nee, bladzijde 180. Dus daar houden ondernemers ook van. Beetje grote letters. Beetje snel doorheen en snel weer aan de slag. Ja, precies. Heel goed. Hey, ik heb even drie soort van openingsvraagjes, soort dilemmaatjes, om even een beetje mee te beginnen. Ja. Vind ik wel leuk. Als, en je moet dan kiezen of zo, hè? Als zzp'er of kleinere ondernemer moet je al je content, zoals blogs, podcasts, video's of nieuwsbrieven, zelf maken. Eens of oneens? Eens. Oké, duiding komt zo. Twee, ik moet op zoveel mogelijk kanalen aanwezig zijn of ik moet focussen op één of twee kanalen? Altijd focussen. Drie, podcast of video? Waar bouw je meer publiek mee op? Ik denk met video, uiteindelijk. Maar Duid die maar meteen, want dit was een lastige, zeg je. Nou, ik denk dat podcast, dat je veel gerichter kan werken uiteindelijk. Omdat je echt op een segment kan focussen. Kun je het video toch ook? Ja, maar ik nou even een voorbeeldje. Ik maak bijvoorbeeld met een club, maak ik FC Media Circus. Een podcast gaat over media en sport. Dus wat er gebeurt in de sportwereld en in de mediawereld. En dat combineren we een beetje. Dus hoe de persconferenties van Van Gaal een beetje lopen. Ja, ja. En wat wij merken is, en ik heb niet zo heel veel ervaring met video hoor, maar wat wij merken is dat je heel snel een hele specifieke doelgroep kan pakken van, laten we zeggen 10, 15 mensen, die eigenlijk van tevoren al kan uittekenen die interesse gaan hebben. Ja, ja, ja. Dus soorten mensen, zeg maar. Nou, niet soorten mensen, maar bijvoorbeeld Rens Muller heeft altijd bij Veronica gezeten, heeft ook in de sportwereld voor de sportwereld geschreven. Ja. En is geïnteresseerd in media, zat bij Veronica Magazine dus. Ja. Dus nou, dat is iemand, die heeft ook een beetje de leeftijd van ons, zeg maar, van andere podcastmakers. Ja. Dus dan kan je heel erg meteen al eigenlijk soort van op gevoel, weet je al dat je hem kan bereiken met die podcast uiteindelijk. Mm. Dus ik denk dat je en je kan misschien wat sneller editen en wat sneller schakelen. Ja, productioneel natuurlijk wat makkelijker hè, dan video. Ja, en je kan heel makkelijk te delen ook en zo. Dus met video kan dat ook wel tegenwoordig. Maar ja, ik heb wat meer ervaring in die podcast. En jij zegt, jij zei in het begin dat je alles zelf moet doen, hè? Nou ja, ik vind als je ondernemer bent en je bent net begonnen, want ik focus met dat boekje echt op kleine ondernemers, op freelancers, op trainers, op en mensen met een klein bedrijfje. Dus die beginnen tot een man of 20. Ja. Dan helpt het gewoon als je niet meteen, als je je nieuwsbrief maakt, een journalist inschakelt. Want je moet die mensen gaan bereiken, niet alleen maar met wat je zegt, dus met je verhalen, maar ook een beetje hoe je het zegt en hoe je erin zit en hoe je het voelt en wat je ervaring is. Dus dan helpt het gewoon als je het zelf doet. Het persoonlijker maken. Ja, heel persoonlijk. Maar er zijn ook ondernemers zitten kijken of te luisteren. Die denken, ja, maar luister podcast, Bas. Ik vind techniek, heb ik helemaal niks mee. En dat vind ik allemaal heel ingewikkeld. En dan moet ik met microfoons en toestanden. Maar ja, aan de andere kant, ik kan het ook weer niet bij iemand uitbesteden. Want dat kost me heel veel geld. Nou, ik denk dat wat wij bijvoorbeeld met die podcast hebben gedaan, is wij hebben het voorbeeld maken we zelf. We gaan zelf zitten. Jos Govaert, met wie ik het samen maak. Van Cooper, ja, die heeft de techniek geregeld. Dus die is gewoon naar Bax gegaan en die heeft gezegd van hoe pak ik dat aan? Dat Bax is een online winkel. Ja, online winkel, ja. En hij heeft nog iemand geconsulteerd van die de ervaring in had, podcast voor VI maakt. Zeg van, nou, wat moet ik bestellen? Hij heeft dat gewoon besteld. Volgens mij deed hij het in een paar dagen. Hij is vrij praktisch. Ja. En op een gegeven moment stond dat daar in zijn huiskamer en zijn we gaan zitten. En toen zijn we het gaan maken. En we hebben een editor die het voor €75 in de week die het edit. Ja, dat zijn dus de bedragen niet. Dat zijn de kosten uiteindelijk. Ja. Dus je doet uiteindelijk wel heel veel zelf. Maar je hebt zeg maar niet de sores van de techniek van waar je zenuwachtig
van kan worden. Ik word daar zenuwachtig van techniek. Ja? Dus ik zou, als ik ga editen, dan Audacity heet het geloof ik. En dan ga ik zweten en dan word ik chagrijnig thuis. En dan zegt mijn vriendin van, joh, ben je weer iets technisch aan het doen wat je niet moet gaan doen. Dus nou, je gaat gewoon doen waar je goed in bent. Ja. Maar je houdt het wel heel erg in eigen hand. Ja, precies. Dus waar ik niet zo'n voorstander van ben, wat je wel ziet bij sommige... die wat verder zijn, die wat meer mensen in dienst hebben, die zeggen van, nou ja, we huren een journalist in, we huren een maker in, we huren van alles in. Ja. En dan gaat het helemaal los van jezelf staan. Dan heb je er helemaal geen invloed meer op. Mm. En terwijl dat hele persoonlijke van hoe bouw je een bedrijf op, hoe pak je dat aan, dat moet er echt in zitten. Want daardoor worden mensen fan van jou uiteindelijk. Nou, Nederland is wat kleiner land, hè, om bereik of publiek op te bouwen. Maar het kan me ook voorstellen, laten we het dicht bij jou houden ook. Ik ben journalist of nou, laten we iets minder tekstschrijver. Ja. Ik veel freelance tekstschrijvers. Mm. Dan denk ik van ja, daar zijn er heel veel van. Ja. Hoe kan ik dan dat effect sorteren dat potentiële klanten van mij ze op mij gaan aanhaken? Ja, ik denk dat je gewoon heel snel... dus ik heb dat model bedacht met een bierveeltje. Ik denk dat je heel snel moet nadenken waar jouw meerwaarde is. Dus waar je dus kies voor je specialisme, weet je wel? Waar tekst schrijven, dat is natuurlijk te breed. Ja. Maar misschien, misschien ben jij wel heel goed in het schrijven van juridische teksten. Juridische teksten, ja, dat zou bijvoorbeeld een goede niche kunnen zijn. Ik heb wel eens iemand een soort cursus gegeven. En dan zaten we met hetzelfde dilemma. Er was ook een tekstschrijver. Ja, ik schrijf teksten. Nou, wat vind je dan leuk? Nou, ik vind duurzaam leuk. En het milieu en windmolens en zo. Oh, nou ja. Ook nog vrij breed. Kunnen we misschien nog een stapje? Wat bleek, hij vindt het juridische gedeelte van duurzaamheid leuk. Hm. Dus stel je gaat ergens 100... windmolens neerzetten. Waar heb je dan mee te maken, zeg maar? Welke rechten van mensen en hoe moet je dat organiseren? En met de gemeente en zo. Dat gedeelte vond hij leuk. Ja. Nou, dat lijkt, zeg maar, heel smal. En misschien zijn er heel weinig mensen. Maar ja, dat is wel enorme ontwikkeling nu natuurlijk gaande. Ja, dus, en heel herkenbaar voor die groep die daarin geïnteresseerd is. Ja, en je kan heel makkelijk... je herkent misschien wel al de mensen, zeg maar, die interesse hebben. De Renzen van deze wereld, waar ik net over vertel, die kent hij al. Ja. Dus je kan bij wijze van spreken ook beginnen met 10 keer een blogje rond te sturen naar die 10 mensen. Mm. Die gaan het dan delen en dan gaat het vanzelf door. Dus ja. Ondernemers houden van bierveeltjes. Want ja. Zeg maar, dikke ondernemersplannen zijn ze nooit zo fan van. Jij beschrijft een soort, nou ja, model klinkt misschien heel zwaar. Maar ja, je hanteert het bierveeltje model. En je verdeelt hem ook in helft en zo. Leg eens even uit. Hoe werkt dat? Nou... ik had natuurlijk ik had al een boek geschreven, dus ik had allerlei verhalen gemaakt. En op een gegeven moment zat ik een beetje te worstelen van, wat is het nou precies? Ik zat een podcast te luisteren en er vertelde een bestseller auteur, die vertelde, Elrod heet hij volgens mij, een Amerikaan. En die vertelde eigenlijk dat elk bestsellerboek, dus elk boek wat als een tierenlier loopt, dat er een soort centrale gedachte in zit, waarbij je meteen aan de slag kan als mens. Dus hij had het over, volgens mij, 4-hour work week. Dat is van Tim Ferriss. Nou ja, heel concreet, wat minder werken, heel efficiënt en daarmee aan de slag. Dat is het hele verhaal. Dus ik wilde eigenlijk ook een soort van, nou ja, een beetje klein maken, je verhaal wat kleiner maken, dus dat je het tastbaar maakt. Mm-hmm. En ik zocht ook een beetje naar zo'n zin. En ik dacht van, nou ja, zo'n bierveeltje inderdaad. Ondernemers die houden van praktisch mee aan de slag. Dus wat houdt dat bierveeltje nou in? Je schrijft eigenlijk bovenaan, schrijf je op van, wat ga je de mensen brengen? Dus in mijn geval ga ik ondernemers helpen met content marketing, met het opbouwen van een publiek. Ja. Daaronder schrijf je eigenlijk je medium. Dus hoe ga je dat aanpakken? Ga je een podcast maken? Ga je een blog schrijven? Of ga je video maken? Dat is eigenlijk... Dat zijn de 3 grote smaken. Mm-hmm. En daaronder, dus dat is het derde gedeelte, schrijf je eigenlijk op hoe je dan daarmee je geld gaat verdienen. Dus ga je, dat is uiteindelijk wel belangrijk. Ja, dat is het belangrijkste. Dus je zegt van, ga ik boeken over dat onderwerp verkopen? Nou, dat is een onderdeel van het geld verdienen. Ga ik echt wel mensen cursussen geven bijvoorbeeld. Dat zou onderdeel zijn van het verdienmodel. Dus zo heb ik het eigenlijk ingedeeld. Je zet bovenaan wat ga je brengen. Mm-hmm. Middenin zeg je van, nou, hoe ga ik dat aanpakken? Ga ik bloggen, podcast maken of video maken? En onderop zeg je, hoe ga je je centjes verdienen? Ja, dat is eigenlijk...
Maar ik het bierveeltje. Ja, voordat ik het goed begrijp. Ik kan me ook voorstellen dat ik zeg, ik verdien mijn geld met, weet ik veel, het verbouwen van huizen. Ik verzin maar wat. Ja. Maar ik vind het belangrijk om mijn publiek op te bouwen met een duidelijk contentplan. Dus ik word de specialist op het gebied van het verbouwen van tiny houses. Om weet ik veel wat te noemen. Maar dat content maken mag gewoon geld kosten. Want ik verdien mijn geld uiteindelijk met mijn core business. Of moet het, snap wat ik zeg? Dus moet je altijd geld verdienen met het maken van content? Of moet je geld verdienen met wat je eigenlijk je business is? Nee, dat snap ik. Ja, ik zat hier ook een beetje met de worstelen. En mijn uitgever wees me daarop inderdaad ook, wat jij zegt. En daarom heb ik het onderscheid ook gemaakt tussen die twee modellen. Dus aan de ene kant heb je, zeg maar, je kan geld verdienen aan je content, dan is dat eigenlijk je hele model. Dat noem ik het FC Afkikken model. Dat is een YouTube kanaal die over voetbal. Dus die maken, zitten met z'n drie aan tafel en zitten 3 uur te kletsen over de laatste transfers. Nou ja, hij heeft verder niet een hele business daaraan gekoppeld, maar hij verdient geld aan sponsors. Toto is bij wijze van spreken sponsor. Dus dat is eigenlijk het media model. Zoals dat ben je uitgever. Gewoon een klassieke zin. Ja. Aan de andere kant heb je het model waarbij je zegt van, nou ja, ik ga dus mijn content, daar ga ik die business die ik heb, ga ik promoten. Ja. En dan zorg ik ervoor dat ik mijn geld verdien met mijn echte business. Jij zei focus in het begin, hè, op mijn openingsvraag. Ja. Ondernemers stikken ook van de ideeën. Talk to myself a little bit, zeg maar. Ja. Elke dag 1000 ideeën. Dus voor je het weet heb je de eerste 3 afleveringen podcast al gemaakt. En dan maak je een videootje. En je gaat eens een keer een blog. Hoe zorg je voor focus en wanneer gebruik je wat? Nou, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. En ik heb dat zelf allemaal niet bedacht. Maar zeg maar, de bedenker van content marketing, Joe Pelucci, zegt dat altijd. Dat je aan het begin, dus je hebt je centrale idee op dat bierveeltje. Ik noem dat de groen-rode draad. Dus je hebt een soort, wat ga je brengen naar de mensen? En dan kies je je medium. Dus maar maak dan wel een keuze aan het begin van, ga ik stukjes schrijven? Ga ik bloggen dus? Ga ik video's maken of podcasts? Want dat weet jij ook als creatief ondernemer. Je weet dat je heel veel ideeën hebt en dat je heel snel al denkt, oh, ik moet een podcast. En de volgende dag denk je, ik moet een video. Maar dat komt omdat je onrustig bent en dat je denkt van, nou, dan werkt het, gaat het werken. Maar het werkt. Het is eigenlijk zo dat je alles meeneemt wat je doet. Ik heb het voordeel in het boek van de Epic Gardener in het boek. En die wat hij doet is, hij maakt verhalen op YouTube over in je tuinieren in je eigen achtertuin. Dus hoe kan je zelfvoorzienend worden en kan je je eigen boontjes doppen? En hoe, flauw. Nee, hoe kan je je eigen aardbeien telen? Weet ik veel, aardappelen en zo. Zelfvoorzienend. Ja, je bent er goed in, hoor ik. En daar, niks voor mij. Lang leven de Albert Heijn. Nee, maar hij vertelt daar dus over. Maar hij is ooit begonnen met bloggen. Dus hij is ooit verhalen gaan maken over hoe doe je dat? Waar koop je je spulletjes, je zaden, weet ik veel? Hoe ga je aan de slag? Welk licht moet je erop zetten? Nou, alles erop en aan. Maar op een gegeven moment stapte hij over naar video. Want hij denkt, nou, ik kan dat ook wel visueel maken. Maar wat hij deed dus, welke blogs werden er goed gelezen? Hij nam de beste blogs en daar ging hij zijn video's van maken. Nee. Ik wil maar zeggen, op een gegeven moment gaat het meer in elkaar lopen. Nee. Maar het helpt zo dat je aan het begin focust. Want ieder ondernemer weet dat het gewoon onrustig is aan het begin. Dat je alles wil. Dus jij zegt eigenlijk focussen zowel op je niche kiezen. Dus maar je onderwerp kiezen. Ja. Als ook op je kanaalkeuze of op je mediumkeuze. Ja, meteen al eigenlijk. Ik heb een soort lijstje in het boek van, hoe kies je dan dat medium? Voor mij is het logisch dat ik schrijf, want ik ben journalist. Mm. Maar vaak is het voor mensen ook heel logisch om zo'n keuze te maken. Misschien zit je wel in een sector waarin ze heel houden van video's. Weet je wel, dat iedereen video's maakt. Als je meubels gaat transformeren, kan je je voorstellen dat je dat op YouTube, want how-to is op YouTube heel groot. Ja. Dat hij denkt van, ja, ik kan wel een blogje schrijven, maar het zijn niet van die lezers mijn doelgroep. Kan ik beter gewoon ook een video maken van hoe je iets transformeert. Dus zo moet je een beetje gaan spelen. Wat past er bij jou? Wat past er bij je publiek? En wat past er in die sector goed? Content maken is gewoon in het begin gewoon keihard buffelen en je wordt chagrijnig van, want je moeder kijkt en je oma kijkt misschien en je tante, maar er kijkt gewoon geen hond aan het begin, want je bent niet, je hebt geen topkanaal, je staat niet op ad.nl, je bent gewoon net begonnen. Mm. En het is allemaal nog een beetje brak en het gaat nog een beetje heen en weer en zo. Aan het begin moet je gewoon de tijd nemen om beter te worden.
En toen wij met die podcast begonnen, hadden we aan het begin gewoon, ja, ik denk dat we 20, 30 mensen hadden, zeg maar, collega's en vrienden die keken. En je moet gewoon nadenken van hoe je groter wordt en genieten van het moment en maak gewoon leuke dingen en ga rustig bouwen aan je publiek. Zorg dat die mensen fan van jou worden. Zorg dat het er meer worden, maar doe gewoon rustig aan. Mm-hmm. Want het mooie aan ondernemerschap is natuurlijk, je hoeft helemaal geen miljoenen publiek te hebben. Nee. Ik bedoel, als jij iets bijzonders doet, als jij kerken van gevels of gevels van kerken restaureert. Ja, hoeveel kerken zijn er in Nederland? Ja. En dat vind ik ook het mooie. Dat is ook, daar breekt zelfcontent maken ook met de wetten van Hilversum. Je kan het helemaal op je eigen manier doen tegenwoordig. Ja, tot slot nog meer tips om dat publiek op te bouwen. Want dat is natuurlijk wel een dingetje. Want uiteindelijk wil je wel progressie zien. Je wil leuk dat er 5 man luisteren die podcast. Maar bij aflevering 6 wil je wel dat het er wat meer zijn. Ja, wat de grote tip volgens mij is wat wij bij onze podcast ook hebben gedaan, is die samenwerking met die gasten bijvoorbeeld. Wij hebben elke week in die podcast over media en sport hebben we een gast. We hadden laatst Willem Vissers, sportjournalist van de Volkskrant. En die mensen die hebben veel meer volgers dan dat wij hebben. Dus zij hebben al een heel publiek opgebouwd. En wat is er leuker dan dat je een interviewtje doet, een kwartiertje, 20 minuutjes, en je haalt er wat leuke quotejes uit. En je zegt tegen Willem, joh, zou je dat kunnen delen met jouw publiek? Je bent erin geweest, we hebben leuke vragen, we hebben een leuk gesprek gehad. Ja, zij hebben veel meer publiek dan wat jij hebt. Mm-hmm. En zo bouw je het op. Mm-hmm. Want dat is wel volgens mij de tip, dat je het is verleidelijk om heel erg in je eigen riedeltje rond te blijven zwemmen. En af en toe, als je content maakt, helpt het om eventjes te kijken of je wat ander publiek kan opbouwen. Met dit boek bijvoorbeeld werk ik ook samen met Marketing Facts. Maak ik een blogje, weet je wel. Ja. En dat is toch net even buiten mijn eigen publiek. En dat leest, dan pakt misschien iemand anders het weer op. En zo gaan ze me misschien volgen. En zo kan je dat een beetje uitbouwen. Jouw contentplan op een bierveeltje. Hij is gewoon te krijgen, denk ik, hè? Online en zo allemaal. Hij is via managementboek te krijgen. Bol.com en richting mij ook. Kleedkamer 4. Oh ja, zo heet je bedrijf, hè? Kleedkamer 4. Kleedkamer 4 heet het bedrijf. En dan kan je altijd een mailtje sturen. Dan stuur ik hem op of ik breng hem langs. Komt helemaal goed. Mark, je dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer een video hier op CVD-TV. Zoals ik al zei, het allerleukste YouTube- en podcastkanaal voor ondernemers. Dus als je hebt geluisterd naar de podcast, ook dankjewel daarvoor. En volg ons, zodat je niks meer mist. Dankjewel voor nu. Hoi. We'll be right back.